Lieve kijkers, we staan hier in Lijm en Cultuur in Delft. En daar heeft Marielle haar expositie, die heet Levenstekens. Ja, dat klopt. Ja. Maar het hele project heet In het teken van leven. Mm-hmm. En wat er hangt meer aan vast dan alleen een expositie. Marielle, voordat we daar naartoe gaan, wilde ik heel even naar jou. Want jij loopt al 22 jaar rond met een donorlever. Ja, dat klopt. Al 22 jaar. En ik was 22 toen ik hem ontvangen heb. En dit jaar is hij dus 22 geworden. Mm-hmm. Dus nu ben ik er overheen. Dus dat is erg bijzonder. Ja. Ja. En hoe komt dat zo? Waarom kreeg jij een lever? Ik werkte in Turkije en ik kreeg acute hepatitis B. Dus ik was eerst kerngezond. En ik werkte in de sport en spel met kinderen in de entertainment. En plots werd ik ziek en heel erg moe. En toen viel ik in coma 6 dagen. En toen hebben ze 2 transplantaties in 1,5 dag gedaan. Als in eerst 1 lever die afgestoten werd? Nee, die was te groot en die paste dan niet in mijn lichaam. Mm-hmm. En toen verdrukte mijn nieren. En toen gelukkig, ik ben een van de unieke gevallen, dat er dan ook gelijk weer een lever beschikbaar is die wel paste, waar ik nu 22 jaar mee leef. Luister, dan hebben we hier vandaag die expositie. Mm-hmm. Dat klopt. En hier ziet u allemaal de levenstekens hangen. Daarvoor hangt de kledingstuk van de persoon zelf, mm-hmm, voor de foto, voor de litteken. En als toeschouwer kun je dus, als je durft, onder de rokken kijken. Dat is even, ik wil dat aan. Ja, lefgozer, ik. Welke raad je aan? Laat ik dat... Ze zijn allemaal bijzonder, maar misschien, dit is nog niet zo lang geleden, dit is in 2013. En zij heeft dus, het is best wel een flink litteken, maar dat komt omdat ze nog daarna wat complicaties had, maar nu gaat het ontzettend goed met haar. En dit litteken naar beneden is ook wel bijzonder, want dat is eigenlijk keizersnee. En na de transplantatie heeft ze dus ook nog 2 kinderen kunnen krijgen. Dus voor haar staat dit levensteken er staat hier heel mooi beschreven. Ik vind het fascinerend dat alle littekens voor een nieuw leven hebben gezorgd. 2 keer door een nier en 2 keer door voor mijn baby's. Ja, dit is hem, hè? Ja, dat klopt. Staat niet mooi. Vooral mijn buik in verband met een buikbreuk. Maar mijn littekens zijn wel tekens van extra levensjaren. Ja, dat klopt. Kijk, niet iedereen, ook meerdere modellen vinden littekens niet mooi. Maar zijn wel trots. Ja. Dus dat is eigenlijk een dubbel gevoel. Dus ja, het is niet zo prettig voor mij als je naar iets kijkt wat het minst mooie is van mij. Maar aan de andere kant staat het voor dat ik er mag zijn nog. En dat ik verder kan leven dankzij mijn donor. Ja, ja. Dus vandaar ook de levenstekens in plaats van ordinaire littekens. Ja, dat vind ik ook. Dat is een trots woord voor eigenlijk deze hele installatie. Mag ik trots dragen? Glimlach er even bij. Ja. Ik ga kijken. Ja, vind je dat spannend? Ja, natuurlijk. Want als ik jouw trui omhoog kijk, dan vind je dat waarschijnlijk ook al spannend. Wil je even? Je mag even een beetje voelen, jonge god. ik ga het doen. En dit is in principe het gevoel wat jij nu gaat hebben, is natuurlijk wat al die 99 mensen hier ook hebben. Ja, dat klopt. Gaan we, ja? Ja. Nou. Tadaa. Zo, dit is wel een forse, hè? Ja, dat klopt. Ja, je ziet ook gewoon dat mijn buik heeft natuurlijk 2 levertransplantaties. 2 keer is er een lever in gegaan. En vrij acuut, door na 6 dagen in coma te liggen en dan in 1,5 dag 2 levers. Ja, dan ziet het er niet zo fraai uit. Nee, het is ook gewoon echt een ingreep wel, hè? Ja, nogal. Maar ja, toen ik bijkwam dacht ik ook van wat hebben ze gedaan. En toen vertelden ze dat je dan 2 keer een donorlever hebt gekregen en dat kon je niet geloven. Jij werd echt wakker uitkomen? Ja, dat klopt. Kan het hier zien, met zulke japen hier. Dat klopt. En toen keek ik zo naar beneden en mijn buik was ook enorm dik. En toen dacht ik van nou, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben me mismaakt en zet me in het gips, want ik groei helemaal scheef. Maar toen legden ze dan uit dat ik 2 keer een donorlever heb ontvangen. En mijn ouders, iedereen was super blij dat ik het heb overleefd. En daarna moet ik er dus daarna aan gaan wennen. Dit is wel de reden waarom je vandaag die expositie aan mij kan vertellen. Ja. En wil je nog een oproepje doen aan Kijk in Nederland als het gaat om donor worden? Ja, ik vind het wel erg belangrijk dat iedereen zich dus in deze week laat registreren. Dus word donor en vul in ja. Ja, op jaofnee.nl. Maar nee kan ook. Maar het is ook belangrijk dat je dat doet, hè? Nee invullen, want dan weet in ieder geval je nabestaanden waar ze aan toe zijn. Dat klopt. Kan je zeggen punt? Hebben we een mooi einde. Ja, punt. Dankjewel.